Het personeel bij de Waterleidingmaatschappij Suriname, SWM, blijft in beraad. Dit bevestigt bondsvoorzitter Dwayne Cairo tegenover de redactie. De vakbondsleider zegt dat het personeel heeft besloten niet te werken totdat zij zaken op papier zien. De bond zou vanmiddag in onderhandeling treden met vertegenwoordigers van de regering. Het personeel wil een loonsverhoging. Eerder deze week heeft de bond een voorstel gedaan aan de directie om alvast akkoord te gaan met de voorgestelde afkoopregeling van 15.000 SRD per werknemer onder een aantal voorwaarden. Cairo vertelde maandag aan onze redactie wat die voorwaarden zijn. De eerste voorwaarde is bijvoorbeeld dat het in 5 termijnen wordt betaald, maximaal 5 termijnen. De eerste termijn verwachten we dan deze week. En zo zijn er ook nog 3 of 4 andere voorwaarden. Kunt u misschien daarop ingaan wat de andere voorwaarden zijn? Okay, ik heb aangegeven 5 termijnen, eerste betaling deze week. Zo hebben we ook opgenomen dat de onderhandelingen van het CAO van 2022 uiterlijk juli afgerond moeten zijn. En ook hebben we opgenomen dat bij de onderhandeling van 2020 meegenomen wordt minimaal op ons salaris SRD 2500. Dus dat wil zeggen dat we gaan onderhandelen vanaf die 2500 naar boven. Tot vanmiddag 3 uur was er nog niet toegekomen aan de eisen van de bond. De redactie verneemt dat bij een kort geding die gisteren is aangespannen tegen het personeel, de rechter het personeel heeft verzocht weer aan het werk te gaan. De leden zijn volgens de voorzitter weer bereid te werken als de zaken die zij eisen in orde worden gemaakt.